slim van voren. Wat heeft die slimme oom? En wat een vriendelijke kop. O vader, lieve moeder, lief, ik wil er bovenop. O, 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 olifant. Mag ik eens even op je rug? O, 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 olifant. Ja, ja, zo'n beest zegt weinig terug. O, o. Van voren. Hij loopt met kleine stappen naar het daverend gedruis. O moeder, lief, o vader, lief, wacht, mag ie mee naar huis? Klik! Nee! O, 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 olifant, wat zitten wij hier lekker hoog? O, 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 olifant, wij worden later bioloog. O, 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 olifant, zeg, kan ie wel in onze boot? O, 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 olifant. Wat is ie lief, wat is ie groot? Geef boot! Boot! Wat hoor ik? Dat is je mobieltje. Och, ja. Nou, schoon je. Met moeder Pluis... Opa! Ja? Och nee. Wat erg. Och mijn hemel. Ja, natuurlijk, opa. We doen wat we kunnen, opa. Heel veel sterkte. Wat is er? Moeder Pluis, wat is er? Het is je moeder. Ze ligt in het ziekenhuis. Het hart. De hart? Oh, vader, we moeten zo snel mogelijk weer terug naar huis. Maar zie, nu zitten we dus helemaal in Afrika. En daar ben ik de hele tijd zo bang voor geweest, vader. Moeder Pluis, ja? Geen paniek. Ik bedenk iets. Oké. Nijntje en Nina, ik moet jullie wat vertellen. Opa heeft net gebeld om te zeggen dat oma in het ziekenhuis ligt. Oma heeft last van de hart. En opa is een beetje overstuur en... Nou, weet je wat, meiden? Wij gaan gewoon zo snel als we kunnen weer terug naar huis. Oh, wat erg! Denk je dat het goed komt, moeder? Met oma? Denkt u dat het goed komt, zuster? Met oma? Oh, dat duurt natuurlijk weken voordat ze helemaal uit... Afrika hier naartoe zijn gekomen. Oma. Zeg nou toch eens wat. Zeg, heb je de koe nou al gemolken vandaag? Waarom vraag je dat? Ik zou wel een glaasje melk lusten. Waar vader hem vandaan gehaald heeft, wil hij niet zeggen. Maar hij heeft een luchtballon op de kop getikt. En met die luchtballon gaan we naar oma. Jotem! En Nina is nu al in de wolken. Zo, kom maar, allemaal aan boord! Vader, ik weet het niet hoor. Ik vind het allemaal best eng, zo'n luchtballon. Ach, kom nou maar, lieverd. Als de wind een beetje meewerkt, dan zijn we met deze luchtballon als de wiede weer gaat terug bij opa en oma. Dus kunnen we? Vooruit dan maar. Ja. Wat zie je, Nina? De schildpadden. En de olifant. Dag! En ons bootje? Ongearm. Dag, bootje! Nou, daar gaan we dan, meisjes. Out of Africa. Klik. Meisjes, als we straks bij oma in het ziekenhuis komen, dan moeten we heel stil zijn. Ik schrok me weer een hoedje, Nina. En dan ga ik nu eindelijk bloemetjes plukken. Ah!